verzamel vanaf mijn 15e, 16e. Zeg maar. Ja? Ja, dus. En is dat begonnen met een schoolreisje of zo? Nee, dat is begonnen met een vakantie in Zwitserland. Dus zoals je wel zult weten ben ik een erg liefhebber van Zwitserland en daar ook veel op vakantie geweest. En dus zodoende dat ik daar eigenlijk is mijn liefde begonnen. Ja. En toen ging je met je ouders mee? En toen ging ik met mijn ouders mee. En later ben ik eigenlijk, ik heb natuurlijk altijd muziek gespeeld, dus dat muziek speelt wel een rol in mijn leven. Ja. En toen later ben ik dus deze verder gaan verzamelen. En mijn grote wens is nog ooit eens om een grote echte speeldoos te hebben, die je dan ook kunt doen met een soort metalen platen erop. Ja. En in mijn vorige museum waar ik werkte in Schijndel, daar was een vrijwilligster die had zo'n doos. En die mochten we dan altijd met onze kerstviering lenen. En dat gaf een hele aparte sfeer als iedereen naar binnen kwam en je hoorde van die mooie muziek, zeg maar, net als deze. Dus. Een oer-Hollands tafereeltje. Tulpen uit Amsterdam. Met het Dellersblauw wat zo geliefd is bij Amerikaanse toeristen. Dit is een reuze speeldoos. Een echt Zwitsers fabrikaat, komt uit Zermatt. En is de Rolls Royce onder de speeldozen. Is ook de duurste uit de hele collectie. En je hoort hier een liedje uit de Bloemenwals, volgens mij, van Tchaikovsky. My Doggy in the Window. Oh. Nou Hans, jij vertelt wat? Ik vertel wat. Deze puddingvormen, dat is begonnen ooit met eentje. En die vond ik wel erg leuk, omdat ik ook wat ragout servies heb verzameld een hele tijd. En toen dacht ik, hey, puddingvorm is leuk. En dan ga je verder zoeken en snuffelen. En dat is eigenlijk het leuke van verzamelen. Niet zozeer het bezit ervan, maar als je op een brokantenmarkt of een antiekmarkt of waar je ook bent, om dan te kijken dat je nog iets nieuws erbij kunt hebben. Ja. Dit zijn twee boekenleggers die mij zeer dierbaar zijn. De gekloste boekenlegger is geklost door mijn achternicht Mariette. Een van de weinige familieleden die ik nog heb. Dus ik ben heel blij dat ze die voor mij gemaakt heeft. En daarom zit hij ook in een lijstje, omdat ik hem heel erg koester en er heel erg zuinig op wil zijn. Deze andere boekenlegger is een gestoken leren boekenlegger. Een tante van Mariette heeft die gemaakt. Dat was dus ook een familielid van mij. En deze twee, die hebben voor mij bijzondere betekenis. Maar wel leuk dat ze nou een keer in Oosterhout in het museum tentoongesteld worden. Want beide woonden en kwamen uit Oosterhout. Dit is dus ruim 50 jaar verzamelen. Dat is een boekenlegger die is speciaal gemaakt door een van de dames van het handwerkcafé uit Hoes. En Riet Kruidbos. En ik vond het heel erg lief dat zij die voor mij gemaakt heeft. Ook dit jaar weer een verzameling. Ik breng dit jaar ook weer leuk, want vorig jaar hebben we jouw doopjurk ook hier gehad. Dat was ook heel mooi. En de doopjurk van waar mijn moeder in gedoopt is, heeft hier ook gehangen. Ja. Dus dat was wel was heel mooi. En nu hebben we dit jaar weer een nieuwe verzameling, een winterexpositie over verzamelingen. En mensen verzamelen van alles. Ja. En jij kwam hier met een mooie verzameling Delsblauw. Mooie verzameling Delsblauw. Ja, dat klopt. Ja. En hoe kom je daaraan? Het meeste komt uit het huis van mijn overleden vader. En sommige mensen vinden het niet zo mooi. En anderen, ik vond dat wel iets had. Het heeft bij mij heel lang in het toilet gestaan. Oh ja. Daar heb ik alles blauw met wit. En dat is gewoon, was gewoon heel erg leuk. Ja. Allemaal handpainted. Ja. Allemaal, overal. Ja. Ik heb net gekeken. Blue Delft, handpainted. Hij ging heel dat vaak naar... Oh, je hebt ook klompjes. Klompjes. Echt Hollands. Ja, leuk hoor. Grap, nog kleinere. Ja. Ja, en die molentjes die zijn ook heel erg leuk. Ja, maar ik gebruik ook een mooi dekseltje van het hartje. Dat past ook op het toilet. Oh. Kijk, leuk hè. Ja. En toen ze bij mij in het toilet stonden, had ik hier oranje bloemetjes in staan. Oh, en daarachter ging een vlaggetje van rood-wit-blauw. Ja. Dat was echt Hollands, hè? Een Hollands toilet, dat klopt. Een Hollands tafereel. Ja, ik vond het wel heel leuk. Maar om het nou meteen weg te doen, dat kan ik ook niet over mijn hart verkrijgen. Nee, het is heel leuk. Dus dat doen we maar niet.
Nou, dankjewel. Ik vind het altijd wel heel leuk. We zullen het een mooie plaats geven. Dat is prima. Nou, Joke, met de verzameling Penguins. We hebben net een verzameling gezien van jou van Delft Blauw. En je hebt nog een verzameling meegebracht met Penguins. Nou, deze zijn niet van mij, maar deze zijn van mijn dochter. Oké. En die is ze ooit gaan verzamelen naar aanleiding van dat ze in groep of naar het voortgezet onderwijs ging. En daar kregen ze als opdracht je favoriete dier uitzagen van triplex. Oh. En dat heeft ze gedaan. En dat is uiteindelijk, de aanzet geweest tot Penguins. Ja. Goh, en hoe kwam... dat was toen haar lievelingsdier. Blijkbaar, maar dat wisten wij dus niet. Nee. Goh, leuk hoor. Op de kast staan. Ja. Dus ze staan er gewoon in haar oude kamer op de kast. Wij zetten bij elke verzameling ook een stukje tekst. Zelf zou ik het nog op moeten gaan zoeken. Maar er is een verschil, dacht ik, in de Zuidpool en de Noordpool. Ja, klopt. Je hebt verschillende soorten en in de Zuidpool zitten weer hele andere, want ze komen ook heel veel voor in Argentinië. Ja. En daar zit weer een andere soort. Ja. Dat klopt inderdaad wat je zegt. En in Zuid-Afrika heb je ze zelfs ook, hè? Ja, want ik daar zitten ze ook. Je ziet van Kaapstad, waar ook een hele kolonie zijn. Ja, daar hebben mijn neefjes ook gezien inderdaad, ja. 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 Nou, leuk. Maar het zijn wel... Ja, dankjewel. Toch altijd wel heel fascinerende beestjes. Dankjewel. Inderdaad. Ja. Ja. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen. Nou, we staan hier bij een verzameling eekhoorns van Eveline van der Pas, een van onze vrijwilligers. Hartstikke leuk, Eveline, dat je die eekhoorns mee hebt genomen. Zijn het ze allemaal? Heb je thuis nog meer? Ik heb thuis nog wel een deel een beetje van de verzameling. Ja. Nou, heel leuk, de eekhoorn. Als je denkt aan de eekhoorn, dan denk je aan een leuke beestje. Je ziet hem hier ook staan. Jij hebt ook een schilderij meegenomen of een poster, waarop een verhaaltje staat over de eekhoorn, dat hij zo heel vlijtig is en altijd zijn wintervoorraad aan het aanleggen is, maar dat hij zo vlijtig is en dat hij het op zoveel verschillende plaatsen doet, dat hij vergeten is waar hij het allemaal verstopt heeft. Ja, kan ik niet meer vinden. Ja, nee. Klopt. Ja. Nou goed, hier zien we allerlei eekhoorns die jij hebt verzameld. Hoe ben je ertoe gekomen om eekhoorns te verzamelen? Op vakantie in Ommen. Bij een huisje. Op zo'n park en daar liepen eekhoorntjes in het rond en die kwamen zelfs binnen. Ja. Mocht niet, achteraf. Dat is logisch, want ze hebben vlooien. En dat vond ik zo leuk en toen ben ik met die kleine begonnen van het Wereld Natuurfonds. Oh, wat leuk. Ja. Dat was de eerste. Nou, het is ook een mooie. En hoe lang is dat geleden? Nou, ik denk een jaar of 15, 20 misschien al wel. En dan zien we hier ook nog één. En dat is ook een hele bijzondere, want... Ja, dat is helemaal ingelegd in mozaïek. Ja, ik ben mijn zwager gemaakt. Ja, zwager. Goh, mooi. Heel mooi. Gemaakt. Heel mooi. Ja, vind ik ook heel fijn dat ik die heb. En deze vind ik ook heel apart. Water. Een fles water. Ja. En die heb je dan gekregen toen je... 60 werd. 60 werd. Dus dit is bijna 7 jaar geleden. Leuk. Iemand speciaal een etiket. Mijn overbuurvrouw. Ja, leuk. Ja. En dan zie je dat mensen moeite doen om je een cadeau te geven. Dat ze weten, jij spaart eekhoorns. Ja. Daar gaan we iets mee doen. Ja, kijk in de natuur van mij. En waar staat die normaal bij jullie? In de tuin. In de tuin. Die staat in de tuin. Ja. En die heb ik ook met de verjaardag van Geert en de kinderen gekregen. Ja. Nou, leuk. Heel leuk. Ja. Nou, hartelijk bedankt dat je het mee hebt willen nemen. Ja, en, ik vind het ook leuk. Dan krijgt hij een mooie plaats straks. Nou, we zijn hier bij Dikkie Oele. Die verzamelt eendjes. En Dikkie, hoe is het begonnen? Met welke eend is het begonnen? Met deze is het begonnen. We kregen... Toen we bij een huwelijksreceptie weggingen en daar zat een kaartje in en daar stond op dankjewel voor jullie bezoek. Oh, wat leuk. En hoe lang is dat geleden ongeveer? Weet je dat? Ongeveer? 30. Ja, ja, zeker. En in 30 jaar, toen ben je begonnen met verzamelen van eendjes en heb je jouw hele verzameling opgebouwd. En hoeveel heb je er nu ongeveer? Rond de 1000. Zo. Ja. En ik heb altijd gezegd, als ik er 1000 heb, stop ik. Maar dat is heel erg moeilijk. Dat gaat niet. En dan heb je daar het begin. En hier heb ik een priegeltje. Dat is de kleinste van de verzameling. Zo. En hoe kom je daaraan?
gekocht op een creabeurs waar ze ook meubeltjes en dingetjes hadden voor een poppenhuis. Ja, natuurlijk. Goh, geweldig. En dan hebben we hier een spaarpotje, heel kleintje. Spaarpotje. Kijk, kan niet veel in, hoor. Een spaarpotje. Nee, nee. Kun je niet rijk worden. Nee. Nagelborsteltje, zeg maar. En hier een plexiglas. Plexiglas, ja. Nou, heel leuk. We gaan het mooi opstellen in de vitrine in het museum. Wil je nog meer? Welkom, Mia. Vrijwilligster van het Brabants Museum Oud Oosterhout. Jij wil je verzameling matroeska's. Wat heb je zoal meegebracht? Ik heb verschillende soorten meegebracht. Ik heb, dat is hout, dat is dus erin gebrand, zeg maar. En dat is dus niet gevernist. Kijk, dat is kaal hout. En dan heb ik gewone geverfde. En dit... er zitten, even kijken, heb ik net niet die. Er zitten er ook bij, die komen dus ook echt uit Rusland. En er staat dus aan de onderkant staat nog een zegel of een stempel of zo. En elke matroeska is anders. Er zitten er bij de ene zitten er 5, soms 7 of 3. Maar geen één is gelijk. Die hebben allemaal andere oogjes, andere wangetjes. Ik heb wel 5 paar rood-geel. En nog zijn ze allemaal anders. Andere wangetjes, andere wimpertjes, andere bloemetjes. Zo. Het is nooit hetzelfde, waar je ze ook koopt. Ik heb 30 stuks en geen één dezelfde. En er zaten er zo 5 in. En toen zag ik naar de rand bij Tineke de Nooi, vroeger van Veronica, op de televisie. En die had iemand en die had allemaal van die poppetjes bij. En dat vond ik zo leuk. En toen had ik die voor mijn verjaardag gekregen. En ik denk, ah. Oh. En toen ben ik er een beetje op gaan letten en... En er was een winkeltje in Delft, vond ik. Oh, dat is leuk. En dat zijn eigenlijk de mooiste, de oudste. Ja. Oh, dus ze zijn nog gevuld. Ja, er zitten er bij allemaal. Oh jee. 4, 5 of 6. Ik heb er zelfs 1. Kijk, er zitten er 10 in. Dat is wel heel extreem. En hoeveel zitten er hierin? Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, en als je... Dat hoort er niet bij. Nee, kijk, en alle gezichtjes... Ze zijn nooit hetzelfde. Andere wangetjes. Even wegzetten aan je hand. Dat is heel leuk. Ja. Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. De badkamer, die helft is de badkamer. Die helft de slaapkamer. Kinderkamer. Kinderkamer en daar zijn 2 kamers, daar logeren opa en oma. Ja, ja. Ja. En dan de slaapkamer van opa en oma. Ja, ja. Oh, wat leuk. En dan een studentenkamer. Echte ordners. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Maar die indeling van die kamertjes, heb je die dan ergens, heb je die zelf bedacht of heb je die uit een tijdschrift? Of, want hoe kom je op het idee om daar nou zo'n verzameling beertjes op de kast te zetten? Ja, je loopt al die tijd, altijd te zoeken, wat is leuk voor mijn poppenhuis. Ja, ja. Ja. We kwamen elkaar ook vaak op rommelmarkten tegen. Ja, ja. En dan zocht ik en voor de toneelzolder, maar ook voor mijn poppenhuis. Ja. Dat soort dingen. Ja. En veel dingen van mezelf. Deze tafel is op schaal mijn eigen salontafel. Ja, ja. Die we dan... Goh, dus die heb je nagemaakt een beetje van je eigen model. Ja. Ja. Maar de laadjes kunnen zelfs open. Zelfs een plant ernaast, de grote ficus. Brood en een plak salami en kaas. Weet je wel, allemaal van klei gemaakt. Ja. Deze maak je mee, Haschede. Ja, dat is voor kolen. Ja. Oh, je hebt wel goed opgelet. Ja, maar dat is gewoon gelakt, hè? Ja. Dat zijn gelakte boutjes. Dat, ruzie met iemand, of met een vrouw, of met iemand anders. Neem van mij aan, ga strijken, want liefde strijkt alle plooien glad. En dat vertel ik met een uitgestreken gezicht. Maar, kijk. Oh, leuk. Meneer.
voor de boorden, hè? Die hele smalle, toch? Nee, dat heb ik niet goed opgelet. Oh, niet goed opgelet. Corsetten, Wout. Oh ja, voor de corsetten. Zelfs een muis in de vitrine staan. Ja. En die muis? Heel leuk is dat we de verzameling mogen lenen. En dat we hopen dat er ook een heleboel mensen toe geïnspireerd worden om ook hier te komen kijken. Want dit is natuurlijk wel uniek, hè, dit museum. Daar dat is kun je in heel Nederland niet te vinden. Daar kun je de geschiedenis van de Wassum en de strijk ontdekken. Ja, ja. En in 2018 is het 25-jarig bestaan van het museum. 2018, zo. Geweldig. Ja, klopt. Echt geweldig. Dank u wel. Ja. We staan hier bij de kerstkaarten van Aldona Bogers. Aldona, wat is jouw Poolse naam? Wagotska. Wagotska. Oké, nou, hele mooie Poolse kerstkaarten die je hebt gekregen van familie of vrienden, denk ik, hè, uit Polen. En ja, hele rijk versierde kerstkaarten, heel mooi. En een hele eenvoudige kerstkaart zie ik hier van Maria, Jozef en het kindje. En wat staat er? Ook Wesołych Świąt, dat betekent vrouwelijk. Feestdagen. Vrolijke feestdagen. Ja. Nou, en dan hier die hele bijzondere kaarten met het stukje hostie erin. Ja. Dit hostia in Polen, het is een grote traditie. 24 december, mensen zitten bij tafel en stukje delen en opeten. Ja, ja, en dan wensen ze elkaar het beste toe. Ja. Dan mogen ze samen delen, samen brood eten, samen eten en elkaar het beste toewensen. En een hele oude traditie van elkaar prettige kerstdagen toewensen. Nou, en dan sluiten we af. Wil je nog één keer in het Pools zeggen, prettige kerstdagen? Dat zou ik schon. Nou, hetzelfde. Fijne kerstdagen. Dank je wel. Nou, we staan hier bij een hele bijzondere verzameling van zandlopers van Theo Adriaanse. Nou, hartstikke leuk Theo dat je mee wilt doen aan onze collectie verzamelingen van particuliere mensen uit Oosterhout en omgeving. Zandlopers, ja, als je het niet weet, ik weet het wel, maar als je het niet weet en je denkt, je hoort van iemand dat die zandlopers verzamelt, dan denk je, zandlopers. Op de eerste plaats, heb je die al zoveel verschillende? En zijn die bijzonder? Is daar een verhaal over te vertellen? Nou, dan ga je als nieuwsgierige al hier lezen bij de tekst. En dan zie je iets over vergankelijkheid, over memento mori, over tijd. En nou, wat kun je daar meer over vertellen? Nou, ik moet er eigenlijk iets. Ik verzamel zandlopers en alles met zandlopers. Dus kijk, zo'n schilderijtje is geen zandloper. Nee, staat toevallig maar een staat wel zandloper op. Het Druvje van 100, waar vroeger Erasmus op stand, daar staat een zandloper op. Staat er een zandloper op? Ja, en als je nou hem strak een keer in de vingers snijdt en je bakt de pleister, dan staat een zandloper op. Op een pleister? Dat heb je nog nooit gezien. En als je pakt macaroni van Albert Heijn aan de achterkant bekijkt, dan staat er 7 minuten koken en dan staat een zandlopertje bij. Klopt misschien klok. Er zijn wel klokken waar zandlopers op staan, maar een zandloper geeft een bepaalde tijd aan. Dus je hebt een zandloper die een uur loopt, een half uur loopt en een kwartier loopt. Oh, nou, die van een kwartier loopt niet meer door, maar dat komt omdat hij zo oud is. Ja. En eigenlijk zouden al die zandlopers, 5800, iedere dag om moeten draaien. Ja. Dan blijven ze doorlopen en hoe groter dat, hoe kleiner dat gat is, hoe langer dat het duurt dat hij doorloopt. Maar dat houdt ook in dat je, als je een relatief kleine zandloper hebt, dat je toch de eerste zandloper die ze hebben kunnen dateren, Siena, 3038, een gedeelte van de fresco. En die fresco is nog steeds te zien in Palazzo Pubblico. En in Siena, waar in Siena, die paardenrace is, buiten in die stad gehad. Dus de vergankelijkheid in beeld gebracht. Dus ook weer een stripverhaal. Ja. De zandloper is leeg, de kaars is uit. De bloem begint te bladeren, het latje vallen. Goh. Einde verhaal. En, dan, en dit is nou, zo fijn knipwerk, dat zie je wel. Theo zei al, dat kan bijna niet alleen geknipt zijn, maar dat zal ook misschien gesneden zijn. Ja. En zo'n knipsnijapparaat, mes, gereedschap, heet een canivet. En daar zou ik nog iets van, noem je nog zo'n iets knipwerk van, ik ga iets van vertellen. Ze deden 4 wanivelks papier op elkaar. En dan knipten ze 4 tegelijk uit, sneden ze gelijk uit. Zo. En dan werd dit
meestal door iemand anders ingekleurd. Ah, ja. Ja. Al en weet je nog dat hij ermee werkte? Nou, zie je dan nog voor je? Ik weet niet, 36 jaar dood. Toen was jij toch... 20. Nou, dan moet je dan toch wel gezien hebben dat hij wel eens aan het klussen was, of niet? Ja, kan je maar mijn vader is ook 10 jaar ziek geweest naar de rand. Oh. Van de dan vind ik daarom heb ik alles opgehangen. Maar weet je wat het is? Als, je nou dit, als ik nou dit zie, hè? Weet jij wat dat is? En waar dat voor gebruikt werd? We hadden vroeger maar één sleutel, dat was een fietssleutel. Kon je alle kanten mee op. Dat was een allerlei fietssleutel. Maten. Dat was een fietssleutel. Dat was allerlei maten, hè? Dat was een fietssleutel. Nou, we zijn hier bij de verzameling van Jacques Fink. En die heeft opdraaispeelgoed of blikkenspeelgoed. Hoe moet ik het eigenlijk vertellen? Blikkenspeelgoed. Ja. Maar het is wel allemaal opdraaien. En waarom verzamel je nou toch blikken speelgoed? Nou, ik ben zelf een mechanische man. En ik vind het leuk om oud speelgoed, wat niet meer draait, te repareren. En weer aan het lopen te zetten. En dat met de blikken speelgoed allemaal. Ach dan. Dit mag niet meer aan kinderen verkocht worden. Waarom niet? Vanwege de verf. Het is een giftige verf die erop zit. Het mag niet meer... Loodhoudende verf. Ja, wat heel erg opvalt is de kleuren. Hè. Heel kleurig, heel veel felle kleuren gebruikt. En de creativiteit van hoe al die dingen bewegen. Ja. Nou, we staan hier bij de verzameling van Guido Zuur. Een hele bijzondere verzameling. We hebben veel verschillende dingen. Van eekhoorns tot boekenleggers, zandlopers, matroeskapoppetjes, noem maar op. Maar wat we hier zien, ja, dat is zo bijzonder. Dat hebben we, ik heb het nog nooit gezien. Een verzameling van miniatuurboten. En niet zomaar boten. Guido, vertel er eens iets over. Nou, dit zijn zogenaamde waterlijnmodellen, want ze staan op de waterlijn. Je hebt ook wat grotere bootjes met een kiel eronder of zo'n mooi dingetje dat je het helemaal kan zien. Dit zijn waterlijnmodellen het is op schaal 1 op 1250. Mijn oom verzamelde die voor de oorlog. Daarom heeft hij relatief veel Duitse oorlogsschepen. En mijn oom was toen een jaar of 15 en dat is natuurlijk ontzettend interessant. En de Duitsers die hadden heel snel oorlogsschepen gebouwd. Want die mochten van het verdrag van Versailles mochten ze eigenlijk niet van die hele grote schepen bouwen. Maar ze waren ontzettend slim en goed met hele beperkte slagschepen te bouwen. Dus de Scharrenhorst en de Gneisenau. Ja. En dan zie je het grootste oorlogsschip van die tijd was de Hoed. Die is in 1916 gebouwd. En toen de oorlog begon, toen was de Hoed uitgevaren om de Duitsers te beletten de oceaan op te varen. En de Duitsers vuurden enige granaten af, die kwamen ongelukkig terecht, want de bepantsering was niet helemaal goed. En binnen een kwartier ontstond er een enorme explosie op de Hoed. 1400 mensen verdronken en 3 overleefden maar. En dat was een enorme slag voor de Engelsen, want hun grote trots was... En dat was de Bismarck die dat had gedaan. Er is nog eens een liedje over geschreven over de Bismarck. Sink de Bismarck. Oh. En nu zijn er dus nieuwe modellen. Dus dit zit 2 keer de Hoed, de oude Hoed. En de veel gedetailleerdere Hoed nu van Neptune. En dat zie je hier ook bijvoorbeeld met de Duitsland. De oude Duitsland en de nieuwe Duitsland. Nou ja, als je het goed bekijkt, dan is dit zo ongelooflijk mooi gedetailleerd. De Aviso Grille, dat was het jacht van Hitler. Dat is net zoals destijds onze koninklijke familie, die had de Piet Hein bijvoorbeeld. Ja. En Hitler, er was ook een jacht voor het staatshoofd van Duitsland. Als je hele gekke vraag, hè? Zijn er nu nog zulke schepen? Want deze zijn veel in de oorlog gebruikt, of tot de oorlog. Ja. Net na de oorlog misschien ook. Maar wat gebruiken we dan nu? En nu is natuurlijk veel meer
gaat het om raketten, gaat het om vliegtuigen die daarbij helpen. Ja. Dus de kanonnen zijn niet meer zo interessant als de ruiter. Dat is natuurlijk ook net de laatste tijd in het nieuws de ruiter, omdat hij niet meer op de bodem van de Javazee ligt. Nou, heel mooi. We hebben echt een bijzondere verzameling in huis. We kunnen de bezoekers iets laten zien. En, nou, dankjewel dat we het mogen tentoonstellen. Ja, uiteraard, graag. Heel leuk. En veel succes met nieuwe aanschaffen van nieuwe wensen. Ja, ja. Ja, die komen eraan. Ja. Ja. Nou, okay. Mooi. Echt mooi.